Engeland is dat het waarschijnlijk een besmettelijkere variant is. Dat het zich sneller verspreidt. Dat het mogelijkerwijs een effect op de R, op de reproductie zou kunnen hebben van 0,4. Dus dat betekent echt een snellere verspreiding. Dat is wat men rapporteert vanuit Engeland. Ja, en dat betekent dat je uit voorzorg moet voorkomen natuurlijk dat het virus zich hier in Nederland gaat huishouden. Overigens, we hebben natuurlijk ook nalaten gaan, is het virus hier al in Nederland? Nou, in ieder geval minstens één geval is bekend. Een tweede geval lijkt ook bekend. Dus zoeken uit in hoeverre daar ook al sprake is geweest van een verspreiding. Maar we moeten in ieder geval voorkomen dat er nieuwe versies van die mutatie Nederland binnenkomen. En dat is de reden voor deze maatregelen, die we natuurlijk ook in Europees verband nemen. Ja. Nederland was wel het eerste, maar andere Europese landen hebben gevolgd. Er is een nieuwe maatregel aan toegevoegd zojuist. Ja, Zuid-Afrika. Ja. Een net iets andere variant weer. Waarbij nog niet dezelfde als die van Groot-Brittannië. Nee, hij is weer net anders. Wel een aantal dezelfde eigenschappen. Maar er is nog niet gerapporteerd dat dit ook gaat over een besmettelijker variant. Maar dat is wel denkbaar. En vandaar dat we ook daar uit voorzorg een vliegverbod hebben afgekondigd. Het is goed om te weten, er zijn altijd mutaties van een virus. Dus dat is op zich niet het merkwaardige hieraan. Maar mutaties kunnen ook een variant zijn die zich minder goed laten beheersen door maatregelen. En daarom helpt het wel echt als je voorkomt dat ze in Nederland of dat ze op Europese bodem binnenkomen.